kaartpresentatie over een prachtig landgoed in Midden-Nederland. En u weet daar alles van. Waarom? Ik ben een van de nazaten, een van de ruim 600 moet ik zeggen, van degene die hier begonnen is, Willem Hendrik de Beaufort, die in 1807 hier het landhuis kocht. En die eigenlijk de aanstichter is van alles. Van al die nazaten, maar die nazaten die kunnen het blijkbaar nog zo goed met elkaar vinden dat ze dit landgoed ook in stand houden. Want dat is nog een hele klus, lijkt me. Ja, maar het landgoed is in twee delen ruim een eeuw geleden in een vennootschap ondergebracht. Alle nazaten kunnen aandelen krijgen. Gaat meestal via vererving en schenking aan kinderen. En de vennootschap wordt heel zakelijk gerund. En voor de familie wordt via een familiestichting allerlei leuke dingen georganiseerd om de band met het landgoed warm te houden. En onder andere deze locatie zal daar vermoedelijk regelmatig voor gebruikt worden. Exact, dit is onze hopschuur zoals wij hem noemen. Die is helemaal gerenoveerd tot een familieverblijf. En die kunnen familieleden aandeelhouders huren. Mijn naam is A.J. Kalman. Ik ben eindredacteur van het boek wat vandaag gepresenteerd wordt. En ik ben secretaris van de Stichting Regionaal Spitwerk, de uitgever van het boek. Ik woon al meer dan 40 jaar in Amersfoort. Ik kom al meer dan 40 jaar in de Treek. Met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen, met mijn echtgenoten. Toen we een hond hadden met de hond. Dus het is echt een stukje tuin van onze stad geworden. En vervolgens wilde u wel eens weten, en met u vermoedelijk velen, hoe zit dat hier precies allemaal? Is dat gelukt? Ja, ik wil altijd van alles weten, hoe zit dat hier precies allemaal? En van dit landgoed, ik vraag me echt al heel lang af, hoe is het mogelijk zo'n familielandgoed, zo groot, zo mooi onderhouden, publiek toegankelijk, iedereen mag er zomaar in. Hoe werkt dat? Hoe ruilt en zeilt dat? Wat komt er allemaal bij kijken om zo'n landgoed overeind te houden? Hoe zit het met de jacht? Hoe zit het met de bosbeheer? Hoe zit het met de ecologie? Dat zijn allemaal vragen die ik mij stelde. En ik heb daar een voortreffelijke journalist bij gevonden. Wie is dat geworden? Dat is Marco Willemsen geworden. Die ken ik al heel lang. Die ken ik uit de tijd dat ik zelf bij het Utrechts Nieuwsblad werkte. Je zou een beetje speels kunnen zeggen van alles wat je ooit zou hebben willen weten over dit prachtige, grote, uitgestrekte landgoed dat vol verrassingen zit. Dat hebben wij in het boek een plek willen geven. En alles wat je ooit had willen weten, wou jij al zoveel weten over dit landgoed en wat precies? Ja, nou voor mij geldt dat ik kom niet uit dit gebied en ik woon aan de Utrechtse kant om het zo te noemen, maar ik werk wel 10 jaar in Amersfoort inmiddels. In die tijd heb ik als journalist de Treek en Henschoten goed leren kennen en is die nieuwsgierigheid ook gevoed. Elke keer dat ik er kwam dacht ik van joh, wat ligt hier een rijk verleden? Het is veel groter dan dat je denkt, er is een enorme diversiteit aan natuur. En het is prachtig intact gebleven. Heb je een idee gekregen hoe dat gelukt is? Ja, nou, dat is meteen een hele goede vraag. Dat is denk ik een van de geheimen die wij hebben geprobeerd te ontsluieren van de Treek Henschoten. Het is prachtig intact gebleven en dat is echt alleen maar ten ene male te danken aan de familie de Beaufort. En met name de grondleggers. Hè, al in halverwege de 19e eeuw, in 1850 is dat begonnen. En dat ging door ongeveer tot 1930. Toen is er een heel belangrijk nieuw, je zou kunnen zeggen, convenant gekomen, waarin alle familieleden die aandeelhouder konden worden zich committeerden aan het gegeven van het landgoed zal altijd open blijven voor het publiek. Het landgoed zal ook altijd doorgegeven worden aan komende generaties. Voor jou is het de eerste keer dat je zo diep in een onderwerp bent gedoken. Hoe was dat? Ja, dat was wel een diep gekoesterde wens om dat eens te kunnen doen. En, want daar kom je in, als je schrijft voor een dagblad niet aan toe, hoewel we zo ver mogelijk proberen te gaan daarin, heb je vaak niet meer dan 1 of 2 of hooguit 3 weken tijd voor een onderwerp. Maar dat is echt dan extreem lang. In dit geval was het een jaar, dat is een eeuwigheid voor een dagbladjournalist. Ik heb ontelbaar veel gesprekken gevoerd met mensen hier op de Treek. Van de familie tot bewoners, die overigens opwonenden heten op dit landgoed. Het zijn geen bewoners, maar opwonenden. Daar werd ik al snel op gewezen door Mike en Fleur. En de mensen die hier werken, zoals de boeren en de mensen die hier recreëren, et cetera.
is de, het is cliché, maar het is echt waar, is de ongelooflijke liefde en betrokkenheid bij dit landgoed. En altijd maar weer de opmerking van, we moeten er heel zuinig op zijn, maar we zijn er ook heel zuinig op. Want dit is daarom zo bijzonder, dat we dat met z'n allen ook gewoon in stand weten te houden. Rob, jij bent eigenlijk koud hier in dit project gegooid. Je had zoiets nog nooit gedaan. Nee, op deze manier heb ik. Ik heb natuurlijk heel veel foto's gemaakt, maar in deze gestructureerde manier met een opdracht. Nee, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Landschappen, natuurfotografie, dat was sowieso al uw specialiteit? Ja, landschappen, natuur en documentaire foto's. Is het goed geworden? Het boek. Ja, ik heb net heel even in mogen kijken en het is wel zo als het bedoeld was, denk ik. Tom, u bent er blij mee? Ja. Mooi cadeautje voor mensen met de kerst? Ja, ik vind het mooi. We hebben ook met z'n allen natuurlijk heel goed nagedacht over de vormgeving. En het is een beetje een vierkantachtig boek geworden en het ziet er heel chic uit eigenlijk. De mooiste foto, voor zover je dat überhaupt aan een fotograaf mag vragen, staat die daarin? Ik heb natuurlijk heel veel onderwerpen in het boek en ik heb een foto gemaakt van Bertus in zijn woonomgeving waar hij uitkijkt over de treek. En hij staat trouwens ook in de krant en toen ik hem gemaakt had wist ik van dit is een leuke foto. Burgemeester van Woudenberg en de burgemeester van Leusden, mag jullie vragen de twee eerste exemplaren van het boek in ontvangst te nemen. En daar even doorheen te bladeren en dan zal ik u daarnaast wat vragen stellen. Het is heel bijzonder en ik denk juist als je van buiten komt, zoals ik als burgemeester, zie je dat nog scherper dan de echte Woudenbergers die dit gewoon gewend zijn. Maar zo'n bijzonder landgoed met dingen als een piramide en een Henschoten meer, uniek in Nederland. En ook het beheer wat zij met elkaar doen, de eenheid in het landgoed, vind ik ook heel bijzonder. En het past uitstekend in de tegenwoordige tijd waarin je met die social media altijd ziet dat er vooral gedeeld moet worden. Dit wordt echt gedeeld met ons allemaal, hè? Dat is bijzonder van de familie de Beaufort, dat zij ons laten delen in dat mooie landgoed. Dat moet een geweldig cadeautje zijn voor de burgemeester. Ja, absoluut. Het is een cadeautje voor ook de inwoners van Leusden. Inwoners van de gemeente waar de treek ook verder op ligt. En natuurlijk al die bezoekers en recreanten van buiten. Ja. Want u bent niet van deze regio, zullen we maar zeggen, oorspronkelijk. Maar dat kost geen moeite om hiervan te gaan houden. Nee, absoluut niet. Nee. Het is een prachtig gebied, heel divers. Je zit hier in een landschap waar landbouwgrond, veeteelt, afgewisseld wordt door heide, door bos. Mooie monumentale gebouwen en dat allemaal op dit ene landgoed. Ja. En de presentator polste nog even tussen de bedrijven door of de gemeente daar ook wat aan bij gaat dragen dan? Nou, de gemeente draagt op allerlei manieren bij aan het landgoed. We werken op heel veel manieren samen. Bijvoorbeeld in afgestoten agrarische areaal, dus lege akkers die niet meer worden gebruikt, om dat om te vormen in natuur. We hebben natuurlijk contact met de landbouwers hier. En ook op recreatie en toerisme zijn we aan het kijken hoe we op een goede manier kunnen samenwerken. Fijn dat er zo'n overzicht van het landgoed is. Kom bij, ik ben voorzitter van de historische kring in Leusden. Indruk is geweldig. Ja, mooi, is goed dat het vastgelegd is. Ik moet wachten, want ik hoor bij de groep mensen die het krijgt. Och jee, en u kunt bijna niet meer wachten. Ik kan bijna niet meer wachten. Maar nou, sterkte. Anders. Maar u kent het landgoed goed. Ik ken het landgoed goed. Ik ben hier zelfs geboren, dus. Dat wisten we, dank u.
Ja, fantastische opkomst en mooi dat de twee betrokken burgemeesters zijn om het boek in ontvangst te nemen. Dat is natuurlijk geweldig. Ik heb het vanmiddag al mogen bekijken in de boekhandel. Hoe mag u het vinden al bekijken terwijl het nu pas gepresenteerd wordt? Ik werk in boekhandel Veenendaal en het werd afgeleverd. En u was degene die al meteen een bestelling deed van doe er nog maar wat extra. Precies, ja, klopt. Waarom? Nou, we hadden inmiddels al een aantal reserveringen gehad van mensen die opbelden en hadden gehoord van het verschijnen van het boek. Dus Amersfoort moet gewoon hard lopen als ze het voor de kerst nog willen hebben. Ja, ze moeten wel niet te lang wachten inderdaad. Nee, nee. Mooi, dank u. En u kent het boek ook al? Ik ken het boek ook al, ja. Waarom? Omdat ik het heb mogen drukken. U heeft het mogen drukken, dat is een eer, hè? Dat is absoluut een eer, ja, absoluut. Oh. Dit zijn wel bijzondere boeken, hè, van die Stichting Spitwerk. Dit zijn hele bijzondere boeken. Ja, gewoon prachtig zijn ze. Heel mooi om te laten zien. Ja, ja, prachtig. Echt prachtig. Ja. De foto's? Ja alles. Ziet er... U heeft het nog niet kunnen lezen. Dus dat... Nee, maar ik heb wel hier en daar al meegekeken. En ja, wat ik heel leuk vind is gewoon de herkenbaarheid van alles en iedereen die erin staat. Dat zijn voor ons allemaal bekenden. Ja, en dat maakt het leuk. En waarom zijn het van u bekenden? Nou, ik... En u opwonend? Ik ben opwonend, ja. Ja, absoluut. Ja. U bent hier geboren en getogen ook? Zeker niet, nee. Wij wonen op een van de boerderijen. Ik kom al sinds mijn vijfde op het landgoed. Mijn grootmoeder woonde hier al, dus ja, dan ken je dat landgoed goed. En dan weet je gewoon wat de mooie plekjes zijn. En dan nog steeds, als ik rondwandel of rondfiets, dan vind ik weer nieuwe prachtige plekken. Het is een uniek landgoed. En wat zo mooi is, jullie delen het ook met iedereen. Ja, dat is het ook. Dat is eigenlijk een opdracht van onze voorouders. Die zijn daar al 200 jaar geleden mee begonnen. En ruim 100 jaar geleden is het een vennootschap geworden. En toen is echt vastgesteld dat wij het in stand houden. Dat is ook de belangrijkste doelstelling van de vennootschap. En openstellen voor het publiek en openstellen voor de gemeentes hieromheen. Ik hoorde zelfs een burgemeester zeggen dat de overheid hier nog wel eens een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Dat hoorde ik ook. Ik was daar heel blij om dat te horen. Ja, ja. We hopen dan vooral dat de overheid het ook hoort, hè? Dat hoop ik ook, ja. Ja. Ja, nou ja, goed, het is moeilijk om van jezelf te zeggen dat je het goed doet. Ik heb het idee dat we goed bezig zijn. We doen het natuurlijk vooral met het oog op de toekomst. Dus alle beslissingen die wij nemen, nemen we voor onze kinderen en onze kleinkinderen. In de wetenschap dat onze ouders, grootouders en overgrootouders dat ook voor ons gedaan hebben. En hoe nodig het is dat we zuinig zijn op de natuur, dat krijgen we tegenwoordig helaas dag na dag voorgeschoteld. Zeker, ja. Dus wij helpen met deze plicht om alles in stand te houden. En waarvoor de complimenten. Dank u wel. Graag gedaan.